kan je zien dat ik te laat ben. Ik had er om 4:30 moeten zijn in de Mergelgroeven. Buiten is het inmiddels donker. Dus met app ontstaan kijken naar de natuur en vast een beetje voorbedenken wat we nou morgenochtend gaan doen. Dat gaat vast niet meer lukken. Ik heb een badkamer met een bad. Een heel klein badje, maar ja, daar pas ik nou net weer goed in. Kijk eens eventjes. Badkamer. Haha. Kijk eens even wat een hotelkamer. Hier allemaal Toon Hermans. Ga ik morgen, als het goed is, een mooi gedichtje over Limburg gaat voorlezen. Doen we dat zonder of met presentatie ertussendoor? Met, lijkt me ook niet. Met. Dus even kort praat, presentatie naar Henny toe, die met alle drie hoeken verder. Ja, moeten we daar die column nog een applaus gaan oproepen? Of, nou ja, moeten we even kijken wat... Heb je de column gelezen? Ja, ik heb gehoord dat. Oké, wij praten naar Henny toe, Henny kletsen. Hij is leuk hoor. Ja. Dit is precies. Ja, dit is niet meer. Hij houdt van jullie. Oké. Jullie? OVT. Zo, het is bijna 12:00 s'nachts. We hebben nog tot laat zitten vergaderen. En morgenochtend vroeg gaat het beginnen. Vanaf 6:00 s'ochtends gaan we ontbijten met z'n allen. En dan om 8:00. Dan zit iedereen klaar in de Mergelgroeven bij de kaarsjes. En dan gaan we de lucht in. Ik sta buiten, boven op de groeven. Maar eerst lekker slapen. Dag. Wow. Het is hier donker. Hoe komt dat? 10 graden bij kaarslicht. Joost kende dat hij ook nog wel even zo viewen. Joost. Joost. In het vuursteengesprek. Naar Laura Stek. Cue jij dat ook? In het gesprek, ja, dat soort gesprekken wel. Ik zou alle gesprekken in principe... Ja, neem ik door dat we naar de reep afgaan. Ja, ja. Kijk, toch eens even. De zon komt op. Je kan wel in een mergelgrot zitten bij kaarslicht, maar dan mis je dus dit. Fantastisch, kijk. En hieronder de tuinen, die zijn al prachtig gerestaureerd. Zicht op Maastricht. Ja, is dat, dat is Maastricht. Daar zien we, oh ja, daar is Maastricht. De Sint-Baas, die zie je, en de Sint-Janskerk. En die zicht, als, die hebben we ook bewust in het Millenniumbos opgenomen. Hè. Nou, we gaan hier straks een mooie opening maken. En we gaan vertellen over de restauraties van de Mergelmuren. Centrum dat hier zat. De Koude Oorlog en natuurlijk de natuur. Nou, ik hoorde hier net een groene specht in het bos en we zagen een dassenburcht. En als jullie eens konden zien, want ik kijk uit over het Jekerdal en daar meandert een heel klein riviertje waar de roze wolken van de lucht in te zien zijn. Volgens mij is dit tijd voor een gedichtje. Naar het front? Ik loop niet mee. Nee, dat weigeren mijn beentjes. Ik oorlog voeren? Nee, wel eentjes. Hey Edmond van de Limburgse Landgoed, volgens mij heb je ook niet in het leven gezeten, hè? Nee, dat klopt. Ik heb vervangende dienstplicht gedaan, dus ik heb mijn tijd nuttig besteed. Nou, animalkop, dat zie ik je wel doen. Kom. Is dit mooi of is dit mooi? Loop ik hier met mijn Teletubby hengel, loop ik hier toch maar mooi in de rondte, hè? Goh, dat is de natuur toch ontzettend mooi.